Het is echt druk al. Nou, dit is vooral de persingang natuurlijk, dus het is hier nog relatief rustig. Gezondheid. Ja, Gamescom 2019 is alweer op zijn laatste dag voor XGN in ieder geval. Te beginnen met Rox, want die loopt door de hallen van... Ja, waar loopt Rox eigenlijk? Je ziet me struinen door de hallen van Gamescom en ik heb net een afspraak gehad, namelijk voor Super Monkey Ball. De remake natuurlijk van de Wii. Nou, hartstikke leuke dag om de dag mee te beginnen. Lekker rollen, lekker partygames spelen. En nu gaan we door naar Electronic Arts. Ja, en bij EA gaat Rox natuurlijk de gloednieuwe Need for Speed Heat checken. Ja, en natuurlijk hadden we nog veel meer andere afspraken, zijn er heel veel games gespeeld. En ja, misschien kwam het hoogtepunt toch wel op het einde van de dag. Nou, we gaan hier nu als laatste afspraak van Gamescom 2019 hebben we een afspraak voor een interview met Cyberpunk 2077. Dan denk ik van oké, dan moeten we helemaal het Engels gaan voorbereiden. Maar dat is helemaal niet nodig. Nee. Kom gewoon interviewen in Nederlands. Ja, lekker makkelijk. Ja, precies. Zou je me kort willen voorstellen? Ja, ik ben Mark Jonkers. Ik ben senior concept artist bij CD Projekt Red. En ik ben also... Ik ben half Engels, maar ik ben ook de coördinator van het team dat verantwoordelijk is voor het visuele design van de stad en de districten en de locaties in Cyberpunk 2077. Ja, kortom, jij gaat ervoor zorgen dat de game er fantastisch uitziet en helemaal fantastisch wordt. Nou, top, dan gaan we nu beginnen. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ja, dat was hem alweer. Gamescom 2019 zit er voor ons op vandaag op de laatste dag. Maar we hebben natuurlijk al ontzettend veel gedaan, of niet dan? Ja, ik heb eindelijk gewoon veel games kunnen spelen. Dat is toch waarom je naar Gamescom gaat. En ja, hele mooie dingen gezien toch wel. Ja, dat is ook goed. Ja, mijn interview met Daisuke Sato. Ja, snap het wel. Ik denk dat het Cyberpunk-interview ook wel een van mijn hoogtepunten is. Hoe probeer je toch trouw te blijven aan het origineel, terwijl je ook weer je eigen twist aan hebt? Nou, een ander hoogtepunt is een kleine indie-game, Cyber Shadow, die we hadden ingepland. Het is niet van de makers van Shovel Knight, maar wordt uitgegeven door hun. De game lijkt wel eigenlijk op Spiel Trilgevolg en het is een beetje van, in de stijl van Ninja Gaiden. En het wordt gemaakt door maar één persoon. Eén persoon heeft een hele game gemaakt. Oké, wauw. Ja. Klinkt goed. Ja, ik had ook een indie, Lost Ember heette volgens mij. Die kan best wel eens heel groot gaan worden. Dus houd het in de gaten, vooral het achterliggende verhaal is heel tof. Maar ja, weet je, met zo'n Gamescom is het gewoon heel moeilijk kiezen. Er zijn zoveel partijen, zoveel games. Je weet nu al dat je nu hype bent voor games die gewoon hartstikke ruk worden. En je weet ook gewoon dat je titels hebt overgeslagen die gewoon eigenlijk verborgen pareltjes zijn. Ja. Maar ja, dat is ook weer de charme van Gamescom. Ja, de grootste AAA-titel waarvan je denkt deze gaan we spelen? Nou, ik sowieso Death Stranding, want ja, Mass Mikkels. Ja, fair enough. Voor mij is het denk ik Marvel's Avengers die volgend jaar uitkomt. Ja. En we nu even kunnen spelen en oh mijn god, ik wil meer. Het zijn gewoon de usual suspects hier, dus eigenlijk gewoon een hele saaie vlog. Maar laat ons weten in de comments wat jullie nou toch vonden de afgelopen dagen. Dat zou ik wel willen weten. En ga niet zeggen al die food vlogs van Hugo, want dan haak ik meteen af. Zo, maar die waren wel echt lekker. Ik kreeg er honger van. Ga je weer currywurst eten? Zeker. Helemaal gek van man. En Hugo knikt ook ja achter de camera, ze moet ook mee. Dag 2. Ik kom eten.